Mevrouw Boyoukou heeft vanaf vandaag het roer overgenomen op het directoraat regionale ontwikkeling van het ministerie van regionale ontwikkeling en sport, ROS. Boyoukou is eerder districtscommissaris van het Pamaka-gebied geweest in het district Sipaliwini. Ten aanzien van het decentralisatievraagstuk zal hij in zijn nieuwe functie vooral aandacht besteden aan de versterking van de districtscommissariaten. Het directoraat van regionale ontwikkeling, daaronder valt een decentralisatie. En daaronder heb je ook weer die verschillende commissariaten. Sowieso uit gesprekken die we gisteren nog heb ik een gesprek gevoerd met een mevrouw Wachter. En een van die punten die werd aangehaald tijdens ons gesprek is dat het trainen van die verschillende districtscommissariaten, van die districtscommissarissen, het versterken van die commissariaten, het verder versterken van die commissariaten, het meer body geven aan het decentralisatie gebeuren. Wilco Finisi, de scheidende directeur, zegt dat hij nog verbonden blijft aan het ministerie. Hij gelooft dat zijn opvolger de zaken die hij niet heeft kunnen afmaken zal oppakken. Dus zo gauw de minister of andere entiteit van het ministerie mijn diensten verlangen, ben ik beschikbaar. Dus ik zal er sowieso nog verbonden zijn. Immers, ik heb ook lopende afspraken met mijn opvolger. Dat wij samen dus een procedure zullen inzetten, dus een soort inwerkingsprocedure, waarbij ik hem dan verder zal ondersteunen, totdat hij dan zelfstandig alleen verder kan. Wilco Finisi, ex-directeur van het directoraat regionale ontwikkeling. Hij is vandaag vervangen door Mevrouw Boyoukou. In de komende dagen zal het ministerie verder gaan met de vervanging van de leiding van de diverse directoraten.